Goedemorgen, welkom op een nieuwe dag. Ik ben hier nog altijd in Maria Goute of zoiets. En hij en bij de Melkfest werd een super heerlijk ontbijt gehad. Met brood, kaas, fruitsap, kiwi, peer. Ik heb ook nog een aantal, er stonden ook nog een aantal dingen bij die ik niet gegeten heb, zoals vlees, want ik ben vegetariër. Confituur, wat nog? Granola en kwark of yoghurt. Ik ben het niet zeker, want ik heb er niet van geproefd. En nu ga ik deze mooie plek verlaten. En ik ga rijden richting Eindhoven. Ik wil wel nog even laten weten dat het bed echt super zacht is. Dat ik hier echt super heerlijk geslapen heb. En ik sowieso hierover ga schrijven op mijn blog. Zijofhaar.nl. Misschien komt een van deze tripjes daan wel in het tijdschrift jullie terecht. Of misschien wel meerdere. Hallo, ik ben in Eindhoven op de bus aan het wachten richting het centrum. Ik heb me hier aan de sportshogeschool geparkeerd, omdat dat hier gratis is. In de IKEA. Het is nu 20:40 en ik heb nog steeds niet gegeten sinds mijn ontbijt. Ik wou nog even een update geven. Rond 6 uur ben ik vertrokken uit de IKEA. In het midden van de Oudestrade, iets voor iets naar voor Kortrijk. Merkte ik dat mijn auto opeens begon te flikkeren. Hij gaf teken aan dat ik moest tanken. En ik dacht, wat? Nu al? Omdat ik echt niet zo heel vol meer stond in benzine, ben ik dan afgereden in Waregem om daar het eerste beste tankstation te gaan zoeken. Ik heb dan bijgetankt, omdat ik echt niet in het midden van de autostrade zonder naft vallen, benzine vallen. Dus dan ben ik gaan tanken. Ik ben terug op de autostrade gereden. En dan rond 6:40 was ik thuis. Ik heb dan avond gegeten. En nog een klein beetje mijn verjaardagsmaal, want dat ik niet gegeten. Dan ben ik thuis gaan kijken, want ik had natuurlijk wel afleveringen gemist. Maar ik heb enkel die van maandagavond en dinsdagavond gekeken. Dan heb ik samen met mijn moeder echt late night gekeken. En dan ben ik in mijn bed komen liggen. Nu ga ik slapen. Als je mijn stem een beetje raar klinkt. Ik denk dat het komt doordat ik een klein beetje verkouden ben van de airco in mijn auto. Ja, en de
En ik had aardbeien gekocht in Eindhoven, want het was een weekmarkt in Eindhoven. En ik had kaas gekocht en aardbeien. En de aardbeien heb ik samen met mijn mama opgegeten. Omdat het ook een deel was voor haar moedertjesdag. En samen met mijn zus, omdat het ook een deel was voor haar verjaardag. Want zij is vandaag jarig, 14 mei, 2 dagen na mijn verjaardag. En ja, mijn vogelrug mocht er ook wel. Maar nu ga ik deze vlog afsluiten. Ik denk niet dat ik nog ga vloggen deze week. Dus ik zie jullie de volgende keer weer. Doedels!